allemaal nullen en enen. Welkom in de wereld van de binaire getallen. Maar we beginnen eerst even met twee handen. Twee handen, 10 vingers, dus het tientallenstelsel. Waarom heet het tientallenstelsel? Omdat er gewerkt wordt met 10 verschillende symbolen. Kijk, hier zijn 10 verschillende symbolen. Nu hebben we afgesproken dat we niet deze symbolen gebruiken, maar we gebruiken deze symbolen. En dat noemen wij cijfers. Dus tientallenstelsel, ja, ook wel genoemd het decimale stelsel, werkt met 10 verschillende symbolen. En daarmee kun je gaan tellen. Ja, let even op hoe dit tellen gaat. Nou, iedere keer komt er 1 bij en die komt bij de rechterkant. En zodra we alle symbolen hebben gebruikt, dan beginnen we met het eerste symbool. En wordt er eentje bij opgeteld bij het tweede getal in de rij. Ja, en zo gaat het verder. Ja, let op, hè. Hoppakee, daar komt weer 1 bij. En we gaan weer verder tellen met de eentallen. Ja, we gaan weer even verder en hop, daar hebben we hem weer. Ja, iedere keer gaat het verder, een beetje sneller. Zo, en kijk, ja, nu was dus het tweede en weer eentje erbij, etcetera, etcetera. Nou, we gaan eventjes kijken wat daarboven. Ja, daar staat 9 keer 1, 4 keer 10, 2 keer 100 en dat maakt samen 249. Het tientallen stelsel, etcetera, etcetera. We gaan maar weer even verder. Want wat hebben we hier? Een lampje wat uit is, maar die kun je natuurlijk ook aandoen. Oftewel, een lamp kan of uit of aan wezen. Oftewel, het kan 0 of 1 zijn. Het binaire stelsel of het tweetallen stelsel. Twee verschillende namen voor hetzelfde. En dit heet tweetallen stelsel omdat het werkt met twee symbolen. De 0 en de 1. Ook hier eventjes een voorbeeldje. Ja, ik heb een paar extra hokjes erbij. En dan ga ik dus eentje erbij optellen. Maar dan ben ik meteen al door al mijn symbolen heen. Dus meteen gaat in het tweede hokje er 1 bij. Ja, dus het lijkt wat vreemd. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde als zo net met het tientallenstelsel. Ja, iedere keer van, oh, ik ben door mijn symbolen heen. Dus ik begin weer met mijn eerste symbool. En 1 hokje naar links komt er eentje bij. Nou, en zo gaat het verder. Alleen maar nulletjes en eentjes. Yep. Daarboven. Daar gaat het natuurlijk ook weer eventjes. Ja, 2 tot de macht 0 tot 2 tot de macht 7. Dat stond zo net 10 tot de macht 0 tot 10 tot de macht 3. En 2 tot de macht 0 is 1. En zo kan ik dus weer optellen. 4 keer 1, 8 keer 1. En opgeteld is het 13. Oftewel 1101 is 13. Nou, en zo kan het weer verder tellen. Nou, je ziet iedere keer 1 erbij. En zo gaat het maar door. Wij gaan ook door. Een binair getal. De vraag is, wat is het decimale getal wat hierbij hoort? Nou, dan gaan we eerst even kijken van hoeveel nullen en 1 staan hier. Als je dit allemaal telt, dan tel je 10 nullen en 1 samen. Dat ga ik eerst opschrijven. Ik schrijf op 2 tot de macht 0 tot en met 2 tot de macht 9. Dat zijn 10 machten van 2 in totaal. Nou, die eerst even uitrekenen. Ja, 2 tot de macht 0 is 1, etcetera, etcetera, tot met 2 tot de macht 9, die is 512. Ja, nou, die machten van 2, die doe ik dan even weg, zo. En dan pak ik het binair getal en die kantel ik eventjes, zo. Ja. En die nulletjes en eentjes, die zet ik dan voor mijn machten van 2. Ja, dus, ja, deze 1, ja, dat is eigenlijk dus de 1 die vooraan stond bij mijn binair getal. Ja, binair getal is daar. Ja, deze 1 hoort bij die. Deze 0 hoort daarbij. Etcetera, etcetera. Kijk, en hij eindigt bij een 0. En die komt dus daarbij. Deze 1 komt daarbij. Etcetera, etcetera. Dan een maalteken. En ik ga dit gewoon uitrekenen. Nou,
Daar heb je geen rekenmachine voor nodig natuurlijk. Ja, dat is deze. Deze getallen tel ik allemaal bij elkaar op. En ik kom tenslotte op 826. Oftewel, dit binair getal. Ja, dat is in decimaalstelsel 826. Nog even een oefening. Ja, dit getal. 8 posities. Dus ik ga opschrijven 2 tot de macht 0 tot 2 tot de macht 7. Ja, ik schrijf meteen op wat het precies is. Dus 1 tot en met 128. Ja, ik zet de eentjes en nulletjes ervoor. Waarbij natuurlijk deze 1 daar komt. En die 1 komt daar. Ja, alles maal. Even uitrekenen. En optellen. En je komt op 179. Dus dat decimaal getal 179 komt overeen met dit binair getal. Ja, die en die. Goed, als je die nulletjes eentjes bekijkt, één zo'n positie, ja, dat wordt een bit genoemd. Ja, oftewel, dit getal hier, ja, bestaat uit, wel geteld, 8 bits. Ja, en dat heb je ongetwijfeld wel eens een keer gezien, het aantal bits. Ja, kijk maar eens bij je laptop. Ja, dan zie je dus bij het informatie, ja, configuratiescherm. Hier heb ik dus een type systeem, het 24 bits besturingssysteem. Ja, en wat betekent dat? Dat betekent dat in jouw computer, ja, alle data wordt verstuurd met 64 nulletjes eentjes tegelijk. Ja, dat is het aantal bits. De grootte van een binair getal wordt dan uitgedrukt in het aantal bits. Stel je voor, ik heb een 8 bits getal en een 16 bits getal. Nou, dan kun je beginnen bij de 0. Ja, 8 nullen of 16 nullen, maakt niet uit, dus iedere keer 0. En je telt dan tot en met allemaal eentjes. Ja, dan heb je of 8 enen of 16 enen. Oftewel, als je gaat tellen, dan tel je vanaf 0 tot en met, nou, 8 enen, zet ze even onder elkaar, dan zie je dus dat je dan kunt tellen tot en met 255. En met 16 bits kun je hetzelfde doen, iets meer rekenen misschien, maar je komt dan op 65.535. Als je nu telt van 0 tot 255, dan heb je 256 mogelijkheden. Want de 0 telt ook mee. Ja, denk maar weer even aan een tientalstelsel. Ja, dan ging je van 0 tot en met 9. 9 is het hoogste cijfer, maar je hebt 10 symbolen, want de 0 telt ook mee. Hetzelfde met die 16 bits, ja, dan heb je dus 65.536 mogelijkheden. In het algemeen, ja, stel je voor, je hebt een n-bits getal, ja, denk aan de 64 bits, ja, dan heb je in totaal, ja, hier heb je 256, en 256 is precies 2 tot de macht 8. Ja, 65.536 is precies 2 tot de macht 16. Oftewel, als ik een n-bits getal heb, hoeveel mogelijkheden heb ik dan? Dan heb ik 2 tot de macht n mogelijkheden. Ja, oftewel 2 tot de macht 64 mogelijkheden in een 64-bits computer. En je telt dan van 0 tot en met 2 tot de macht n en dan eentje minder. Even andersom. Ik heb nu een tientallig getal, een decimaal getal, 734. En dat wil ik graag in een computerchip hebben. Betekent dus dat ik het in binaire vorm moet hebben, want computerchip die telt alleen maar in nulletjes en eentjes. Ja, wel of geen spanning. Oftewel, 734, wat is dat in nullen en enen? De eerste stap die je doet is het rijtje opschrijven van 2 tot de macht 0 tot en met 2 tot de macht. En dan tel ik door totdat ik boven het getal, boven 734 kom. Dus ik tel door en kom dan op 1024 en dan zit ik boven dit getal. Dus dan stop ik. Nou, eventjes een paar lijntjes erbij. Zo. En dan kijk ik even van wanneer past een getal nog in 734. Nou, die 512 die past er precies één keer in. Oké, 512 past erin. Hoeveel hou ik dan over? Hou ik 222 over. Goed, daar ga ik mee verder. 222, nou 256, nee, die past er niet in. Dus daar zet ik een 0 in. 128, ja, die past er één keer in. Dus dan hou ik 94 over. Dus daar ga ik mee verder.
64 past erin. Ja, dus 64 eraf. Hou ik 30 over. Dan 32. Nee, past er net niet in. Dus is dat 0. 16. Ja, die past er één keer in. Dan hou ik 14 over. Zo. De 8. Ja, die past ook in de 14. Dan hou ik 6 over. En de 4 past ook in de 6. Dus dan hou ik 2 over. Ah, kijk, en 2 past er precies één keer in. En dan hou ik 0 over. Nou, en ja, dan die 1 past niet in een 0. Dus daar zet ik een 0 neer. En dan heb ik dus allemaal nulletjes en eentjes. En dit is dan mijn binair getal. Het binair getal is dan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ja, oftewel, let op hè, dat je deze ja, vooraan zet en deze zet je achteraan. We pakken het systeembord er weer even bij. En het systeembord krijgt via een sensor een spanning voor zijn kiezen van 0 tot 5 volt. Maar die 0 en 5 volt, daar kun je met de verwerking weinig mee, want daar wil ik graag allemaal nulletjes en eentjes hebben. Oftewel, ik heb in het begin een analoog signaal, 0 tot 5, ja, traploos. En dat wil ik omzetten naar een digitaal signaal of binair signaal, allemaal nulletjes en eentjes. Dus van analoog naar digitaal, oftewel een AD-omzetter heb je nodig. En daar gaan we eens naar kijken. Ja, een AD-omzetter, die krijgt dus 5 volt als ingang. Ja, die stap je dus op de witte bus. En die zal een 4-bits getal als uitgang hebben. Ja, dus je krijgt een getal met 4 nulletjes en eentjes. Nou, 4 bits, ja, wat kun je daar allemaal mee? Kijk, dit zijn alle combinaties die je met nulletjes en eentjes kunt krijgen. In totaal 4 bits, dan weet je al van, hé, dat is 2 tot de macht 4. Oftewel, 16 verschillende mogelijkheden zijn er. Ja, tel ze maar na. Oftewel, 0 tot 5 volt, ja, die worden verdeeld in 16 hokjes. 16 hokjes begint bij 0 volt en eindigt bij 5 volt. En van 0 naar 5 wordt gedaan in 16 stappen. Nou, van 0 naar 5 in 16 stappen betekent dus dat 1 stap overeenkomt met ja, 5 gedeeld door 16 is dus hè, een dik 0,3 volt. Oftewel, ik begin bij 0 volt en na 1 stap is het dus dan 0,3125 volt. Na 2 stappen komt er weer 0,3125 bij, dus in totaal op 0,6250 volt. Iedere keer komt er die 0,3 bij. Iedere stap eentje erbij. Weer even naar het systeembord. Stel je voor, je krijgt 2,8 volt als ingang. Wat geeft de AD-omzetter dan terug? Goed, 2,8 volt en ik weet dat 1 stap 0,3125 volt is. Ja, hoeveel stappen heeft hij dan gedaan voordat hij bij de 2,8 volt is? Nou, dan deel je het op elkaar. En dan zie je dus dat er 8 stappen zijn gedaan en hij is bezig met zijn 9e stap. Maar die heeft hij nog niet gedaan. Oftewel, ja, er zijn 8 stappen in totaal gezet. Ik begin dus bij 4 nullen en dan 8 stappen. Dat betekent dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, de AD-omzetter zal dan als uitgang hebben 1 en dan 3 nullen. Die waarde die bij 1 stap hoort, die 0,3125, dat wordt ook de resolutie genoemd van een AD-omzetter. Die bepaalt dus de nauwkeurigheid van de AD-omzetter. En je zult begrijpen, hoe meer bits je hebt, hoe nauwkeuriger de AD-omzetter is, ja, hoe kleiner zal de resolutie dan zijn. Even omgekeerd, stel je voor, ja, je doet even een draadje van een variabele spanning naar de AD-omzetter, ja, en ik draai aan mijn variabele spanning. Ja, ik doe eventjes het onzichtbaar, zodat je niet stiekem kunt spieken. En ik ga draadjes spannen van mijn AD-omzetter naar mijn ledjes. En
dat zie je dus al, van dat het bovenste ledje gaat branden. Deze blijft uit, die brandt en die gaat ook niet aan. Ja? De vraag is van, op welke stand heb ik mijn variabele spanning gezet? Dus wat is de spanning om als uitgang te krijgen? 1, 0, 1, 0. Nou, 1, 0, 1, 0. Hoeveel is dat decimaal? Nou, het is op zich mooi dat hier de spul staat. Maar kijk, dit is 1, maar die doet niet mee. Dit doet wel mee, dat is 2. Die doet niet mee, staat op 0. En deze doet wel mee, en dat is 8. Oftewel, 1, 0, 1, 0 is decimaal hetzelfde als 10. Dat betekent dus dat in mijn AD-omzetter er 10 stappen zijn gezet. Ja? En hij is dus bezig met de 11e stap, maar die heeft hij nog niet helemaal gedaan. Nou, per stap is het, ja, de resolutie weer 0,3125 volt. Oftewel, als je 10 stappen heeft uitgevoerd, dan heeft hij in ieder geval dus 3,125 volt gehad. En de 11e stap gaat tot 3,4375 volt. Oftewel, ergens tussen deze twee waarden in moet u inzitten. Dat kun je zelf ook nog doen met jouw digitaal systeembord. Ja, dat is even iets wat je thuis moet doen. Want nu is het wel weer welletjes geweest. Ja, het duizelt je misschien en pas op. Want voor je het weet krijg je last van precies. Gauw stoppen dus. Tot een volgende keer.